In deze video wil ik met jullie spreken over de fase van Erik Eriksson. En voor sommigen misschien bekend, en anders herken je ze onmiddellijk uit je eigen leven. En ik denk dat ze van belang zijn als je les geeft, als je met kinderen werkt, dat je deze in je achterzak hebt. Ik kom straks even terug op waarom. Eerst even bij het begin beginnen. Die geboorte, die baby, kinderen, dan begint natuurlijk het hechtingsproces in de wieg. Daar hoop je dat kinderen vertrouwen krijgen. Dat is het basisbegrip, vertrouwen. Een kind huilt, jij komt en je weet al heel snel of het voor de borst de fles of een luier is, op een gegeven moment misschien zelfs pijn. Zo leren we elkaar kennen. En als die hechting mooi verloopt, heb je daar echt de rest van je leven plezier van. Jullie weten, als de hechting onveilig verloopt of zelfs beschadigd wordt. Dan heb je echt nog een zware klus. Als kinderen een peuter worden, dan stappen ze naast dat ze gehecht zijn in een andere wereld, want ze ontdekken dat ze zelf iemand zijn. De fase van autonomie. Zelf ontdekken, zelf bezig zijn, zelf kunnen, ik zeggen, nee zeggen enzovoort. Daar voel je dat vanuit die hechting kinderen ook hun eigen pad gaan. Relatie en autonomie zijn dan allebei aan de orde. En vanaf dat moment de rest van je leven. Dan worden ze een kleuter, dan gaan ze nog meer initiatieven ondernemen. Nog veel gedoe natuurlijk met andere kleuters, want ze zijn egocentrisch, ze bekijken het leven nog vanuit zichzelf. Maar ze zijn al initiatieven aan het ondernemen en in dat gedoe leren ze ook de anderen kennen. Eriksen heeft het bij basisschoolleerlingen over vlijt. De ontwikkeling waarbij je dingen leert, conceptualiseert, beter kunt bevatten, in samenhang kunt gaan zien. Dat is eigenlijk waar je ook van leren spreekt. En Waar je de wereld steeds meer naar je hand kunt gaan zetten, daar grip op krijgt, et cetera. Pubers zitten natuurlijk in de identiteitsfase. Die ontdekken hun identiteit. Die moeten ook weer loskomen van de patronen van thuis, een hele rommelige fase. Enfin, ook daar weet je van alles van. En dan krijg je eigenlijk de volwassen staat, de jongvolwassenen, de middelbare volwassenen en de late volwassenen, zoals Eriksen dat, zo, dat noemt. En vanuit die identiteitsfase van die puber komen we in de intimiteitsfase. De fase waarin je intiem wordt met anderen, waarin je ook kinderen kunt krijgen. Generativiteit, dus de overdracht, de overdracht naar de nieuwe generatie. En dan bij de late volwassenen, waar Eriksson het ego-integriteit noemt, daar hoop je eigenlijk dat je leven een beetje bij elkaar komt. En als je terugkijkt, dat je het zo goed hebt gedaan als je kon en dat het er mooi een beetje rondgemaakt kan worden. Waarom zijn deze fasen van belang? Ten eerste omdat het gaat zoals het hier ongeveer door hem beschreven is. Maar ook omdat als je met kinderen werkt, je moet realiseren. Dat je in emotionele zin soms met kinderen te maken hebt die regressief zijn. Die in bepaalde situaties terugvallen naar eerdere situaties. Dat kan in een trigger door een trauma of wat dan ook. Maar dat betekent dat jij met een kind van 4 of 6 of 10 of 16 te maken kunt hebben. Terwijl die in zijn actie of interactie weer terugvalt naar een andere levensfase. Kinderen die bijvoorbeeld weer egocentrisch worden, alleen voor zichzelf op kunnen komen. Kinderen die het allemaal zelf willen doen, dan denk je, dat is meer een peuterfase. Kinderen waarvan je denkt, daar moet fysiek contact gemaakt worden, die moeten opnieuw hechten, daar moet contact mee gemaakt worden. Bijna de neiging van die zou je nog vast moeten pakken of kunnen wiegen. Dat kan soms niet letterlijk, maar dat betekent dat, betekent dat je wel een indruk krijgt van waar die kinderen emotioneel zitten. Dit schema is belangrijk omdat als jij snel in kunt schatten waar kinderen zitten emotioneel. en je meteen kunt bedenken. ah, dat is misschien nog een, meer een peuter of een kleuter in zijn gedrag. of die is eigenlijk nog iets aan het ontdekken wat meer een basisschoolleerling is. terwijl die al midden in die identiteitsverwarring zit. dan kun je ook daar je taal en je interventies op afstemmen. En wat wij weten is. Dat heel veel leraren zeggen: Ik krijg ook met ouders te maken die heel goed voor hun eigen kind kunnen zorgen, heel goed voor hun eigen kind op kunnen komen, maar eigenlijk nauwelijks het perspectief meenemen van de complexiteit waarin ik te maken heb. Ja, dan zou je kunnen zeggen: Ook daar kun je proberen in te schatten in elk contact waar zit die ouder? Is die nog meer met zichzelf bezig, met haar eigen kind bezig, of ook al met anderen waar haar kind mee te maken krijgt? Als je het zo ziet. Kun je emotioneel inschatten waar anderen zitten? Kun je daar je taal op afstemmen? Kun je in ieder geval de basisbehoeften beter inschatten? En meestal is het zo dat je verrast wordt omdat mensen jonger acteren. In het geval van de peuter en de kleuter, dus in het geval van de emotie waar mensen vooral voor zichzelf opkomen en moeite hebben om rekening te houden met anderen, zou je iemand uit kunnen laten praten. Je zou hem kunnen erkennen in zijn emotie en daarna zeggen, dit geldt voor jou. Maar dit geldt ook voor alle anderen. Met andere woorden, dat je daar aansluit bij de fase waar ze zitten, maar ook uitlegt dat de wereld groter en complexer is. Tegen de, tegen de gemiddelde ouder zou je kunnen zeggen, uw kind is het belangrijkste kind van de school, maar dat geldt voor alle kinderen. En dan hoort de wereld weer een beetje bij elkaar. Succes daarmee.